Vrijdagavond werd hij benoemd tot erelid van Ajax. En zaterdag signeerde hij zijn biografie bij selectie Scheltema in Amsterdam. Oud-voetballer Sjaak Zwart kreeg niet voor niets de bijnaam Mr. Ajax. Nooit eerder speelde iemand zoveel wedstrijden voor de club. Ja, ik ben heel trots. Ik heb alle titels ontvangen. Ik ben bondslid van de KNVB. Ik ben geridderd door de koningin. Ik ben ereburger van Amsterdam. En nu erelid van Ajax. Dus ja, dat is prachtig natuurlijk. Die ontbrak nog wel een beetje, denk ik, hè? Die ontbrak. Dat was de enige die nog ontbrak in mijn carrière. Ja, het is iets waar je van droomt. En ik heb een prachtige carrière gehad natuurlijk bij Ajax. En de meeste wedstrijden gespeeld, alle records. Ja, dan is dit ook mooi natuurlijk. In oktober kwam Zwarts biografie uit, die geschreven is door Raymond Bouwman. Ja, mijn hele leven wordt erin besproken. Buiten het voetballen, mijn zusje, mijn kleinkinderen, alles wordt erin besproken. Wat ik dus ook in de oorlog ook een beetje meegemaakt heb met mijn ouders en grootmoeders en moeder en vader. Dus alles staat erin. Het is soms moeilijk om dingen te vertellen, want heel de wereld kan het lezen. Ja, maar dat is ook eerlijk zoals het is. En dat is leuk voor de mensen. En ik moet zeggen dat ik heel veel mooie reacties krijg op het boek die het al gelezen hebben. En worden er nog onthullingen in gedaan die eerder niet naar buiten zijn? Ja. Ik heb diverse mensen gekomen. Oh, dat wist ik niet. Dat je een zuster hebt bijvoorbeeld. Dat is er nooit gezien. Nou, mijn zuster komt ook hierin voor. Die is 5 jaar jonger dan ik. En die vertelt ook hoe we vroeger geleefd hebben en hoe mijn moeder heel vroeg overleden is. Toen ik 10 jaar was, dat het net het moment was dat ik bij Ajax werd aangenomen. Dus ja, dat zijn allemaal dingen die de mensen niet weten of wisten. Dus dat staat erin. Zwart won 1 wereldbeker, 3 Europa Cups, 2 Europese Supercups, 5 KNVB-bekers en werd 8 keer kampioen van Nederland. Ik heb in totaal 19 of 20 dingen gewonnen. Nou, een mooie kern. Alleen de tijd van nu is financieel alleen veel beter als in onze tijd. Maar ja, ik denk dat ik de mooiste tijd heb. Je hebt plezier in voetballen. Dus ja, mooie kern.